Dan een verdere digitalisering in de toekomst. Dus zoals eerder vermeld, kan men inderdaad nog kiezen of dat men digitaal volledig gaat of niet. Dus hoe gaan we verder gaan digitaliseren in de toekomst? Wat wordt er daar voorzien? Dus de wetgeving is voorzien zodat je volledig digitaal kunt gaan werken. Technisch gezien kan dit ook als veehouder. Dus als de veehouder een vertrek meldt, ziet de overnemer het bij toegewezen dieren. In de praktijk zal dit vaak nog iets moeilijker zijn. Inderdaad, in de vrachtwagen kunt u inderdaad geen PC meenemen. Dus daarom zijn er gebruiksvriendelijkere toepassingen, apps noodzakelijk, zowel op landbouwbedrijf, op de markt, in een vrachtwagen, zodat men meer informatie heeft bij een controle. Daarvoor voorzien we dat er in het najaar van dit jaar, dus meer naar september toe, dat de toepassingen voor de veehouder op de markt gebracht zullen worden, om dan iets later in het jaar, naar november van dit jaar toe, ook de toepassingen voor de handel en de vervoerder, zodat de handelaar en de vervoerder, als hij die app gebruikt, steeds alle nodige informatie bij zich heeft in de app. Wanneer zijn ze geladen? Waar rijd ik naartoe? Welke dieren heb ik mee? En zo verder.